Ja, Joris van den Broeke van de SPA is komen aanschuiven. Meneer van den Broeke, wie een energiezuinige woning huurt, moet een toeslag betalen. Wie een woning huurt die slecht geïsoleerd is, zal een korting krijgen. Dat is de zogenaamde energiecorrectie. Nu, als ik u bezig hoor, zou je de indruk krijgen, ja, die van den Broeke, die ziet dat niet zitten, dat systeem. Wel, hetgeen dat u heeft beschreven, dat zie ik wel zitten, maar het is niet wat minister Homans heeft beslist. Minister Homans heeft beslist dat wie een energieverslindende woning huurt, dat die geen korting krijgt op de huur. En dat de mensen die een sociale woning huren, waarvan waarvan het energieverbruik beter is dan een woning uit 2006, dus al 14 jaar geleden, dat die alsnog een huurprijsverhoging krijgen. Met andere woorden, van beide categorieën sociale huurders zal de woonkost stijgen. En natuurlijk het bijzondere. Hoe zou je het dan wel moeten invoeren om het correct in te voeren? Wel, wat je moet doen is kijken, aan de hedendaagse energienormen. Welke woningen beantwoorden daar niet aan? Dus wie betaalt meer aan energiefacturen dan iemand die in een hedendaagse woning woont? Die moet je een korting geven op de huurprijs. En je kan maar anderen een huurprijsverhoging geven nadat je de woning gerenoveerd hebt. Dus op voorwaarde dat de energiefactuur van een huurder eerst gedaald is, dan vind ik het pas aanvaardbaar dat je zegt, daar staat wat meer huurprijs tegenover, zij het wel dat die verhoging kleiner is dan het voordeel op de energiefactuur. En niet op basis van een factuur die je vandaag betaalt in een woning die 10 jaar oud is. Ja, minister Homans heeft beslist dat het perfect mogelijk is dat iemand die al 8 jaar een woning huurt die gebouwd is in 2010, iemand die dus ook de afgelopen jaren zijn energiefactuur mee heeft zien stijgen met €500 op jaarbasis, dat die alsnog meer huur moet betalen. Ja, dus die hogere energiefactuur, daar wil ik het straks over hebben, heeft ook voor een stuk te maken met de BTW. Dat is natuurlijk hier niet beslist, maar in het andere parlement hier een beetje verderop. Maar baseert u zich wel op de correcte stukken? Want de kijker kreeg wellicht de indruk, die van den Broeke, die baseert zich op stukken die niet het ministerieel besluit zelf zijn. Bijvoorbeeld die 50.000 mensen waar u naar verwijst. Dat zijn er geen 50.000, zijn er 17.000, zei de minister. Ja, wat blijft dan overeind van het verhaal? Wel, ik heb het ministerieel besluit gelezen en ik heb de mededeling bij het ministerieel besluit gelezen. In de mededeling legt de minister aan haar collega-ministers uit wat er in dat ministerieel besluit staat, want dat is een zeer, zeer technische materie. En daarin beschrijft de minister letterlijk, dat er 28.500 woningen gebouwd zijn na 2006 die een energiecorrectie waar de huurder van een energiecorrectie moet bijbetalen. Beschrijft ze letterlijk dat er daarnaast nog 21.500 woningen zijn die ondertussen gerenoveerd zijn en minder energie verbruiken dan de woning van 2006 die ook moeten betalen. U haalt voet bij stuk wat de minister daar dan ook over gezegd heeft in dit halfrond. Ik heb letterlijk geciteerd uit haar eigen documenten. Dus ofwel weet de minister niet wat ze zelf heeft geschreven in haar eigen documenten, ofwel kloppen die documenten niet. Ze heeft dat ook niet ontkend, ze heeft alleen gezegd dat is het ministerieel besluit zelf. In het ministerieel besluit staan wiskundige formules over hoe de energiecorrectie moet berekend worden. Daar wordt niet gerept over 17.000 gezinnen. En het is de inspectie van financiën, de hoogste financiële autoriteit in Vlaanderen, die gevraagd heeft aan haar, hoeveel gezinnen laat jij meer huur betalen zonder dat de energiefactuur daalt. En haar antwoord in haar eigen document is 50.000. Ja. Kan u, als u dit niet ziet zitten, nog iets doen als parlementslid? Of kan u dit alleen maar ondergaan en aanklagen? Dan? Wel, het is een ministerieel besluit. Het is geen decreet dat moet gestemd worden in het parlement. Het is haar eigen bevoegdheid om dat te beslissen. Het parlement kan daar niet meer in tussenkomen. Ik kan alleen maar hopen dat na de verkiezingen een minister van armoede aantreedt die de armoede wil bestrijden in plaats van ze te veroorzaken. Maar is de bedoeling toch niet nobel? Want men wil eigenlijk sociale huisvestingsmaatschappijen aansporen om werk te maken van beter geïsoleerde woningen. Als het niet kan op deze manier, zoals u zegt, hoe moet het dan wel? Wel, het systeem zoals het oorspronkelijk zou moeten zijn, daar sta ik achter. Waarbij huisvestingsmaatschappijen die hun woningen niet renoveren, verplicht zijn om een korting te geven op de sociale huur. Dat knaagt aan hun inkomsten. Goed, dat is beslist in 2007. Hè? We zijn ondertussen zoveel jaren later. Ja, waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen die gerenoveerd hebben, daarna de huurprijs kunnen laten stijgen. Maar die stimulans is volledig verdwenen. Met de beslissing van minister Homans, waarbij er geen korting komt en waarvan mensen na 10 jaar
een verhoging van de huur gepresenteerd krijgen, passeren de huisvestingsmaatschappijen gewoon langs de kassa zonder dat ze gerenoveerd hebben. En hoe zouden ze dan wel stimuleren, de huisvestingsmaatschappijen? Door hem te verplichten een korting te geven op, voor die woningen die niet goed geïsoleerd niet zijn. Later. Ja. Okay. Dat is duidelijk. Bedankt voor dit gesprek, Joris van den Broeke. En uw beste kijker, blijf nog even bij ons, want ik ga het hebben met Hermes Sanctorum over dierproeven uitgevoerd in Kenia. Want die zouden eigenlijk moeten voldoen aan de normen die in Vlaanderen gelden. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.